Dames en heren, welkom bij Nima TV. Nima FM. Ja, zijn we zover. Scherper dan ooit. Luister, luister, luister. Hoor, hoor maar hoe mijn huid pompt. Dit is de eerste dag. En op mijn net nieuwe huid voel ik de zon voor het eerst. Adem in en adem uit. Voel ik hoe mijn bloed stroomt. Hoe mijn bloed stroomt. Bij mij aan tafel zit Paul Zutmuller, voorheen voorzitter van de MOS. Maar vandaag, over enkele minuten, gaat er iets bijzonders gebeuren. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, op 13 mei is de lokale omroep uit Mokum-Middelaar uit de lucht gegaan. En vandaag gaat eigenlijk de lokale omroep Gennep uit de lucht en beginnen de proefuitzendingen van NIMA. Wat ik bijzonder leuk vind en heel erg nuttig is dat er niet alleen Gennepse medewerkers op de locatie Gennep zijn, maar ook medewerkers van MOS Radio, vroeger MOS Radio, die nu gaan meedoen in de programmering van de nieuwe lokale omroep. En wat gaat er vandaag precies allemaal de lucht in, weet je dat? Nou, niet de studio hoop ik, maar in ieder geval beginnen we met de proefuitzendingen van NIMA, in dit geval NIMA FM. En... ik vraag mij trouwens even af, wanneer de nieuwe programmering, weet jij daar iets van? Dan kan ik jou ook een vraag stellen. Nou ja, dat weet ik eigenlijk zo niet, maar volgens mij gaan vanaf morgen de nieuwe programmering van start. Ja, en ik heb begrepen dat we ergens in september de zaak wat officiëler gaan openen. Maar we vinden het belangrijk dat we de proefuitzendingen nu kunnen starten. En dat we goede radio en tv en internet kunnen gaan maken voor Gennep en omstreken, noem ik het maar even. En wij hopen dat we met z'n allen goede radio, goede tv en alles wat sociale media betekent. Hè. Ik ben daar niet helemaal van op de hoogte. Maar dat we met z'n allen er een mooi verhaal van kunnen maken. En ik wens jullie daar vanaf dit moment veel succes bij. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5! Nou, Paul, NIMA is geboren. NIMA is geboren, ja. Ja, ja. En ik moet je eerlijk zeggen, ik kan me nog herinneren dat eind 2008 er drie omroepen met elkaar gingen praten. En we praten nu over 4 juni 2011. Dat schoot net even door mijn hoofd heen. Al die jaren dat we vergaderd hebben, dat we dingetjes bedacht hebben, dat we met de politiek gesproken hebben. Dat we medewerkers hebben gevraagd, gaan jullie mee eventueel naar Gennep? Een aantal zeiden nee, een aantal zeiden ja. En toen Tini net zei, het kind is geboren, voelde dat inderdaad ook zo. Dames en heren, welkom bij NIMA TV. Kun je kijkers even vertellen wat je eigenlijk precies bij de radio doet? Ja, wij zijn bezig geweest met het vormgeven van
het een en ander. Een nieuwe studio hebben we in elkaar gezet. We hebben gezorgd dat alle nummertjes, de muziek die meedraaien in de non-stopprogrammering, een voorkantje en een achterkantje hebben gekregen. Dat betekent dat de cue-punten gezet zijn. Ja, dat interesseert nou werkelijk niemand waarschijnlijk. Maar goed, dat knip ik eruit. Ja, dat kan, ja. Maar goed, dan knip je het toch uit. Ja, dat kan, ja. Nou, ik vind dat we een prachtige studio hebben gekregen. En met heel veel mooie apparatuur. En nou, we gaan het gewoon allemaal proberen en kijken hoe het allemaal werkt. Maar ik vind het een prachtige studio en ik ben er eigenlijk wel blij mee met Nima. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Roel en dit is... Ik ben Jan. En wij zijn van het programma Bips dat we presenteren vrijdags van 8 tot 10 bij Nima Radio. Ik doe hoofdzakelijk de financiën en een beetje filmen. En wat heb je aangetroffen hier toen er nog Omroep Gent was en nou Nima is nu? Een leuk team van medewerkers die zich voor 150% inzetten voor voorheen Omroep Gent en nu Nima. Ja, en dat is gewoon hartstikke leuk. De zwangerschap was lang, langer dan 9 maanden. En, maar ik denk dat het kind er A mooi uitgekomen is. En B, dat wij met z'n allen moeten zorgen dat het een groot kind wordt. Tini zei dat al, dat als het kind groot is, dan gaan we daar met z'n allen van genieten. Ja, het was toch wel een beetje een zware bevalling, zeker de laatste week. Want je weet wel, je gaat gewoon naar een planning toe werken, zeg maar. De laatste week is altijd hollen. Dus, maar uiteindelijk hebben we toch een keer nog tot diep in de nacht hier aan de studio gewerkt. En toen was het ook echt klaar. Nou, ik vind het een verfrissende uitstraling. En ik heb er heel veel zin in. En ik hoop dat de mensen allemaal genieten van onze Willy en Margaret show. Dat is helemaal nieuw met Willy Dame en met mezelf Margaret Denissen. Met heel gevarieerde muziek en 3 keer informatie. De eerste keer om 8:30 en om 9:30 en om 10:30 nog een keer. Wij zitten hier naar een nieuwe brug te kijken, Roel. Eigenlijk, een virtuele brug. Virtuele, ja. Altijd een van de onderwerpen. Bips in zijn oude vorm keert dus kort gezegd niet helemaal terug zoals het was. We hebben een format hebben we eigenlijk nooit niet gehad, maar we gaan nu zorgen dat we een format maken en dat iedereen een beetje weet waar het nou eigenlijk wel en niet over gaat. Naast politiek doen we aan sport, aan cultuur, alle nieuws uit de gemeente Gennep komt in ons programma voorbij. En wat we heel graag doen is mensen thuis bellen. Bellen dus. Dus u kunt gebeld worden als u iets te melden hebt of naar aanleiding van een evenement of dat u iets organiseert of ja, noem het maar op. We bellen graag. Soms weten we zelf niet eens waar het over gaat. En als we geen informatie hebben, dan maken we er toch een lekkere, gezellige show van om het weekend lekker mee af te sluiten, om je heerlijk bij te voelen bij het nieuwe radiostation waar geboren is, Nima FM. Nou, Misha, jij draait hier ook een programma bij Nima FM. Ja, dat doe ik samen met Sjaak Willems. We draaien de draaischijf. En dat is van 9 tot 11 op de zondagochtend. Ja, we zijn qua tijd een beetje een uur eerder gaan we beginnen. Wat we normaal gesproken gewend zijn. En we zijn dan een uur korter, maar dat vind ik helemaal niet erg. Maar in ieder geval, we hebben een gezellig familieprogramma met Nederlands, Duitsstalig en jukebox muziek. Hallo, wie ben jij? Ik ben Ab de Graaf. En... wat doe je allemaal bij Nima? Nou, ik ben de voorzitter van Nima. En de voorzitter is degene die kijkt of alles goed gaat. Die samen met alle mensen probeert Nima een prachtige omroep te laten zijn. Ja, ik denk ook de mix van jong en oud vind ik heel belangrijk. De mix van Mook en Gennep vind ik heel belangrijk. Nou, de naam Nima staat daarvoor, Niers en Maas, Niers Gennep, Maas Mook.
Ik heb er een goed gevoel bij. Wat vind je leuk bij NIMA? Nou, ik vind heel veel dingen leuk bij NIMA. Ik vind het leuk dat jij mij interviewt. Dat vind ik hartstikke leuk. Wat ik ook leuk vind, is al die mensen die hier nu zijn bij de geboorte van NIMA. Want vandaag zijn we voor de eerste dag NIMA. Nou, dan zie ik allemaal blije gezichten. Mensen allemaal zo trots als een pauw dat al die vrijwilligers hier zo hard gewerkt hebben om dit mogelijk te maken. Want we zijn hier al 2,5 jaar mee bezig. En vandaag is eindelijk de dag dat NIMA, en dat noemen we zo, geboren is. Dus we zijn nu NIMA. Het heeft ook mooie frisse kleuren. Het ziet er gewoon heel fris, modern uit. Hele mooie apparatuur. En het staat allemaal wat hoger. We kunnen tegenwoordig staand presenteren. En dat is wel heel erg fijn. Ja, en heb je al een stukje mogen draaien of kom je vandaag nog aan de beurt? Wellicht later misschien. Even kijken of de tijd het toelaat en zo. Hè. Maar eerst moet er natuurlijk even iedereen aan het woord om te vertellen over de nieuwe programma's op NIMA FM. Hoe de programmering eruit gaat zien en zo. Want er gaat natuurlijk het een en ander veranderen. En we krijgen een heel groot afzetgebied erbij. Hè. Het is volgens mij tegenwoordig van Nijmegen tot aan Venray helemaal. We staan hier bij twee heren van het MARO-team. Wat maken jullie voor programma bij MARO? Gewoon van alles, zeg maar. Nederlands, Duits, Engels. En we zoeken uiteraard nog een correspondent uit de gemeente Mook. Aangezien wij daar niet wonen en ook eigenlijk helemaal geen weet hebben van wat er allemaal wel en niet gebeurt. De gemeente Gennep is ons bekend, daar weten we ook een hele hoop van. We zijn nog op zoek naar een hem of een haar die ons wekelijks kan inlichten over alle laatste nieuwtjes, roddels, wat al niet meer zijn. Dus. Moet je niet een beetje gek zijn om radio te maken? Ja, maar je moet ook een beetje gek zijn om tv te maken. Dus ik vind dat wij allemaal hier bij de omroep gewoon een beetje gek zijn. Jij bent toch ook een beetje gek, of niet? Nee. Oké. Nou, Gerrie Diels is wel gek. Wanneer is Bonanza? Nou, Bonanza is iedere zondag tussen 11 en 2. Ja. Nederlandstalig op verzoek. Of dan een familieprogramma, piratenprogramma, hoe je het ook noemen. Maar gezellige muziek. Maar nee, tv is mijn ding en radio is meer van Gerrie. Dit is Cameron Diaz voor NIMA TV. Vind jij dat jij ook iets leuks kunt betekenen voor NIMA.nu? Dan kun jij je aanmelden. Tot ziens.